Hallo, mijn naam is Cheryl en wie ben jij? Oh, jouw naam is Rickertje. Ik ben blij dat ik je heb ontmoet. Mag ik je om iets vragen? Ik wil door dit bos heen, maar ik wil niet alleen. Team Galactic schijnt namelijk hier te zijn. En mag ik misschien met jou mee? Nou, helemaal goed, Cheryl. Laten we lekker samen door dit bos hierheen gaan. Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Shining Pearl video. Vandaag gaan we naar Eterna Forest. Maar eerst moeten we nog even een paar andere trainers battelen. Dus doe het duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan ga ik even deze patje zoeken. Nou, killen wil ik niet zeggen. Killen, dat klinkt altijd zo... Ja, dat klinkt altijd zo naar. Ik ga hem gewoon even rustig verslaan. Terwijl hij mij een baby oogje geeft. Doe ik even bite. Oh, en dat duurt nog best wel... Oké. Is Pachiris zo'n goede Pokémon, jongens? Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat dit een noob Pokémon was. Maar blijkbaar is dit best oké. Maar ik ga hem niet vangen. Want wij hebben al wel een Luxio. Luxray Shinx. Ik weet dat ik het in het verleden altijd verkeerd zei. Maar we hebben Luxio. Luxio is dit. We moeten gewoon even doorbijten, denk ik. Hij probeert mij gewoon te verleiden, joh. Ja, mijn attack gaat super erg naar beneden. Daarom duurt het zo lang. Maar anyway, he's gone. Onze Psyduck Donald gaat een leveltje omhoog. Oh nee, ik wilde nog Pokémon wisselen. Deze gast draait zich gewoon eens om. Maar anyway, jij kan dus nicknames verzinnen voor Pokémon die ik moet vangen. Ik weet nog steeds niet wie ik wil vangen. Maar in ieder geval geen Geodude. Ik denk dat Onix ook nog wel uit ons team gaat. Ja, dit is natuurlijk helemaal niet handig, hè. Simba tegen deze Geodude. Ik wou er natuurlijk gewoon even Donald op gooien. Oké, kom op Donald. Waterpuls, maak er even een eind aan. Hoppa. Rocky gaat wel naar leveltje 15 toch alweer. Oh, zijn volgende Pokémon is Machop. Ik had echt verwacht dat hij echt alleen maar Geodudes bij zich had. Dat we gewoon keihard Geodudes moesten gaan slopen. Ik kan Machop met Confusion kapot maken. Oh nee, oh nee. Oh nee. Oh, gelukkig, dat viel mee. Doei, Machoppie. Maar even over die nicknames. Ik ben vooral op zoek naar nicknames die bekend zijn uit de filmwereld of de gamewereld. Dus mijn Psyduck heet bijvoorbeeld Donald, vernoemd naar Donald Duck. Ik wil gewoon allemaal van die leuke bekende namen voor mijn Pokémon. Dus als je nog wat leuks weet, laat het weten. Ik lees het allemaal in de reacties. En als ik dan denk van nou, die Pokémon wil ik vangen, dan onthoud ik het gewoon. Terwijl Simba gewoon keihard doorgaat naar level 16. En mijn Monferdo mag deze Bidoof even slopen. Doei. Bidoof. Daarbij gaat ook alweer naar level 19, joh. Het gaat het hard. Die wil Flame Wheel leren. Nou, die doen we even in plaats van Mag Punch. Oeh, Shinx, kan ik even Flame Wheel uittesten? Let's go. Oh, lekker dit. Nice. Donald gaat alweer naar level 15. En die wil Disable leren. Even kijken hoor. Ja, prima. In plaats van Watergun. Watergun is gewoon de slechtere versie van Waterpulse eigenlijk. Dus waarom niet? Oeh, ik kom hier boven allemaal andere trainertjes tegen. Deze chick is behoorlijk sportief. Zou ze vecht Pokémon hebben? Zou ze ook Machop hebben? Kelsey? Ja hoor. Level 15 zelfs al. Lekker man. Oké, wat ga je doen tegen mij? Oh, je gaat Focus Energy. Oké, geen probleem. Is weer gratis XP voor mij. Tot nu toe vind ik de game best wel makkelijk, man. Ligt dat aan mij? Of vroeger was dit volgens mij een veel moeilijkere game in mijn herinneringen. Toen had je natuurlijk geen experience share, wat je nu wel hebt. Dat maakt het al een stuk makkelijker. Oké, ik ben hier denk ik halverwege. Even kijken wat er in dit huisje is. Hallo, dit is een bugcatcher. En die vraagt, kan jij door Eterna Forest helemaal zelf komen? En deze mevrouw zegt, ben je moe? Wil je slapen? Ja, een beetje. Zonde van mijn tijd af en toe slapen. Maar weet je, ik hiel mijn Pokémon ermee. Dus let's go. Hier ligt nog een Pokéball en dat is een Super Potion. Kom eraan, Eterna Forest. En dat moet natuurlijk niet zo moeilijk zijn. Want ik heb gewoon een Abu, een vuur Pokémon bij mijn zijde. Wat gebeurt er trouwens als ik hier naar boven loop? Oh, hier moeten we Cut voor hebben. Oké. Deze trainer zegt, er zitten veel Poison-type Pokémon in dit bos. Maar ik heb geen antidotes gekocht. En nu? Dat is interessant. Poison-type Pokémon. Oh, hallo. Hallo, mijn naam is Cheryl. En wie ben jij? Oh, jouw naam is Rickertje. Ik ben blij dat ik je heb ontmoet. Mag ik je om iets vragen? Ik wil door dit bos heen, maar ik wil niet alleen. Team Galactic schijnt namelijk hier te zijn. En mag ik misschien met jou mee? Nou, helemaal goed, Cheryl. Laten we lekker samen door dit bos hierheen gaan. En Cheryl, die hield lekker mijn Pokémon in de tussentijd. Dus dat is helemaal toppie. Gaan we even pokeballetje pakken. Antidootje. Maar wat voor poison type Pokémon zitten hier dan? Ik verwacht vooral Weedles en zo. Oh, we moeten gewoon met z'n tweeën. We moeten gewoon 2 tegen 2. Dustox? Is Dustox goed? Ik denk het niet, hè.
Ik denk niet dat Dustox nou een Pokémon is voor wie we zouden moeten gaan. Ik twijfelde wel even. Krijg wel echt veel XP voor, dus dat is wel lekker. Ja, Buneary, ja, dat moeten we ook gewoon niet doen, denk ik. Laat even weten in de reacties welke Pokémon uit Eterna Forest jij zou willen dat ik zou moeten vangen. Dustox, Buneary of misschien wat we nu nog tegenkomen. Oké, let's go. Ik ben echt benieuwd wat ik hier allemaal nog ga tegenkomen, joh, voor trainertjes. En voor wilde Pokémon vooral. Wurmple en Pachirisu. Echt wel chill trouwens, dat we gewoon nu met iemand mee zijn die ons team de hele tijd hield. Echt super fijn. Ik vind Beautyfly echt een lelijke Pokémon trouwens. Hij heet Beautyfly, maar die neus, man. Hij heeft zo'n gekke neus. Waarom is zijn neus zo lang en zit er zo'n... Hoe noem je dat? Zo'n rondje draaiing in? Ik vind het maar een rare Pokémon. Chansey heeft gewoon even al 111 HP, zag ik. Holy moly, joh. Deze trainers hebben veel Pokémon, jongen. Hou eens op, joh. Ja, ik sloop al die bug Pokémon natuurlijk met gemak. Geen enkel probleem voor mijn Munferno. En ook Pachirisu is down, hè. Pachirisu is best wel een goede Pokémon. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Maar hij kan echt heel makkelijk jouw attack omlaag gooien. En vervolgens heeft hij best wel prima defense. Dus het is best wel nice. Simba wil nu Spark leren. En dat wil ik wel. Hoppakee, Sparky erbij. En door. Oh, wilde Pokémon. Wat gaan we nu tegenkomen? Bedeel en Buneary. Nee, die wil ik ook allebei niet. Oh nee, Poison Point. Nou ja, Cheryl die hield mijn Pokémon na de battle. Dus dan is mijn Poison ook weer weg. Dus dat is wel fijn. Hoppakee, twee Pokémon weer een level omhoog. Oeh. Chansey heeft de healer ability. Wat inhield dat ik gewoon nu tijdens de battle al geheeld werd van mijn poison point. Dat is echt super relaxed. Oeh, een goede partner Pokémon, jongen. Wat? Terwijl Donald ook naar level 17 gaat. Even kijken of hier nog een itempie ligt of zo. Oh! Hier kan je Leafeon krijgen bij deze steen. Als je hier namelijk jouw Eevee levelt in de buurt van deze steen, dan verandert die in een Leafeon. Ja joh, dat was hier. Dat was ik helemaal vergeten. Oké, go, 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 go. We moeten door Eternus Forest. En de volgende battle staat alweer om de hoek. I see it. I see it. I see you going down in defeat. Oftewel, zij voorziet dat ik ga verliezen. Nou, dat denk ik mooi even niet, hé. Ze stonden wel heel cool met die psychic pokeballs. Twee Abra's. Oké, let's go, Cheryl. Ja, Abra's moeten nog niet zo'n probleem zijn. Als er nou LKSM's waren, dan begon ik me zorgen te maken. Maar Abra, ja, kom op. Die kunnen nog niet echt iets. Ze kunnen wel Energy Ball doen. Dat raakt mij toch wel. Hey, maar Abu is gewoon te sterk, jongen. Abu is sick. Lekker gedaan, jongen. Oké, hier heel veel gras. Oh, en ik mag er gewoon doorheen lopen. Oké, dan moeten we nu weer twee bug Pokémon slopen, volgens mij. Yo, we moeten zelfs 5 bug Pokémon slopen. Nou, dat is 1. Burmy. Doei, doei. Oeh, Cricketune, dat wordt de volgende die kapot gaat. Arme bug Pokémon. Wurmple is verslagen. En ook de volgende Dustox is alweer down. Ja, dit gaat veel te makkelijk, joh. En dan Cascoon en dan is het alweer klaar. Let's go! Pokéball pakken. Kom op, jongens. Ik wil even 1 vette wilde Pokémon vinden. Ik weet niet wie. Ik weet niet wie ik hier allemaal kan vinden. Maar gewoon 1 toffe wilde Pokémon. Let's go. Wat krijgen we? Hier zijn weer 2 psychics. Hebben jullie weer Abra's of hebben jullie andere Pokémon? Psyduck en Meditite. Kijk, ik pak je Meditite. Oh, die pakken we ook gewoon al in 1 keer. Ah, mijn Morphernoe is veel te sterk, joh. Wel benieuwd als Psyduck nu Confusion tegen mij doet. Of, oh, hij doet Water Pulse op Chansey. Jongen, dat is niet handig, hè? Je had veel beter mij aan kunnen vallen, vriend. En hij valt weer mij niet aan. Oh, 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 oh. Nou vecht ik tegen 2 psychics. En die moeten dus toch wel kunnen doorgronden wat Psyduck moet doen tegen dit team, jongens. Kom op, jullie zijn psychics. Jullie zien toch dat ik schrik als ik een Psyduck tegen mij krijg. Dan denk ik toch, shit, die kan mijn Monferno aanpakken. En dan moeten jullie toch mijn gedachten kunnen lezen. Of wat? Wat een noob, Psychics. Oké, we gaan hier naar boven. Ik denk dat we nu al bijna uit Eternal Forest zijn. Volgens mij is dit zo'n beetje het laatste stukje. 2 beduurtjes. Ja, ik vind beduurtjes op zich wel leuk. Maar omdat we die net hebben gebruikt in de Baby Only Challenge in Pokémon Sword and Shield, denk ik van ja, ik weet niet of ik deze wel wil gebruiken. Donald is nu naar level 18 gegaan. Die wil Zen Headbutt leren. Ja, prima. In plaats van Scratch vind ik een goed idee. Oké, maar ik was onderweg naar deze Pokéball. Een lekkere flesje honing. Die kunnen we natuurlijk op die boompjes gooien. Zodat we zeldzame Pokémon kunnen gaan vinden. Heb ik niet gedaan. En Cheryl is alweer bij het einde. En die zegt, nou, we zijn er. Dankjewel, Rickertje. Zonder jou had ik dit nooit kunnen doen. En wij kunnen ook Eternal Forest verlaten. En dan hebben we helaas daar geen Pokémon gevangen. Wat zit er dan nog hier in het gras, vraag ik me af. Een Buizel. Oh, dat is minder chill voor mijn Monferno. Piem!
Ja, ik kan hem alsnog slopen, want ik ben veel sterker. Ja, voor watertype Pokémon heb ik natuurlijk al mijn Psyduck, waar ik eigenlijk gewoon heel erg blij mee ben. Yo, Shellos! Die zijn we nog niet tegengekomen. Ja, dit is eigenlijk ook best wel een goede keuze hoor, Shellos. Ik bedoel, die heeft bijvoorbeeld een Gastrodon. Dat is best wel een decent Pokémon. We zouden hem gewoon even kunnen vangen. Kijk, het feit alleen al dat hij mijn aanval overleeft, dat maakt al dat ik hem eigenlijk gewoon wil vangen. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon toch een nieuwe Pokémon toevoegen aan dit team. Als het lukt. Een Shellos. Die gaat evolueren in Gastrodon. Wat gewoon een hele goede Pokémon is. En misschien kan ik hem wel samen met Golduck eigenlijk ook gebruiken. Let's go! Shellos! Ja, ik weet een goede nickname voor Shellos. Dit is natuurlijk een soort van slak. En iedereen die Harry Potter heeft gezien, kent Professor Slughorn. Professor Hildebrand Slughorn. Dat is hem! Yes, we hebben een nieuwe Pokémon in het team. En dan zijn we aangekomen in Eterna City. En dit is een mooi moment om deze video af te sluiten met een gloednieuwe Pokémon. Als je dit vet vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!